Eerst verstopten ze zich in een plantsoentje. Maar toen de boze poppenbaas weer wegreed, kwamen ze tevoorschijn. Eerst Pintje. Jongens, hij is weg. Is alles goed? Nee, ik ben gevallen, Gompie. Dat was Gompie, de kleine walrus. Ha, die Gompie. Zeg, we zijn vrij. Zeg, Gompie, waar zijn de anderen? Toen kwam Ritsaart de Vos achter een boom vandaan. Ah, eindelijk in het vrije veld. Waar is hier mijn kippenhok? Ritsaart, denk erom. Altijd hier blijven. Je mag geen kippen pekken. Dat riep Majolica. Een poppendame die altijd zeer deftig deed. Waarom niet? Ze pikken zelf ook. Graantjes en wormen en tutteltjes. Wat zijn tutteltjes? Weet ik veel. Ik ben geen kip. Nou, ik ook niet. Ik ben een walrus. Een kleine, domme walrus. En ik ben een dame. Een deftige. Met een tasje en een... Oh, mijn spulletjes. Mijn spulletjes liggen nog in het bloemperkje. Oh, mijn spulletjes liggen nog in het bloemperkje. Oh, ze kan niet leven zonder de poeder en de lippenstift. Ga mee er vandoor, jongens. Dan zijn we er kwijt. Ritsaart, wat zei je daar? Oh, ik... Ik zei, ga er niet vandoor, jongens. Laten we even wachten op mijn lieve Majolica. Oh, dat is lief van je, Ritsaart. Zeg, Pintje, wat ben je stil? Is Pintje stil? Gompie, daar heb ik niks van gehoord. Ik denk... Stil, jongens. Hij denkt. Is dat gemoeilijk, Pintje? Jongens... We moeten eens praten over wat er allemaal gebeurd is. We zijn van de poppenkast afgesprongen. Ja, en toen zijn we gevallen. Wat zielig voor ons. Maar daardoor zijn we nou vrij. Ja, hoera, we zijn vrij. Wat fijn voor ons, hè? Hippohoi. En nou kunnen we doen wat we willen, net als gewone kinderen. Knikkeren en hoepelen. In het water poekelen. Kippengappen. Oh, mooie kleren kopen. Jongens, wacht nou eens even. We kunnen helemaal niet naar de zee. We kunnen ook geen mooie kleren kopen, want we hebben geen geld. Ik weet wat. Dan kopen we eerst geld. Ach. Kopen! Er zijn wel andere manieren. Eerst kippen pikken en die dan verkopen. Maar hoe komen andere kinderen dan aan geld? Nou, van hun papa. Die stopt het in hun spaarpot. Wat moeten we dus hebben, jongens? Een spaarpot. Ach nee, domme Gompie. Een papa moeten we hebben. Weten jullie wat een papa is? Ja, dat is een man die je een klap geeft als je een kip hebt gepikt, bah. Ah, een man die naast een chique dame loopt die mama heet. Een papa? Die vertelt je een verhaaltje voor het slapen. Over zwemmen en visjes. En hij geeft je een nachtzoen. Ik wil een papa. Ja, Gompie. We moeten een papa hebben. Dat hoort zo. Alle kinderen hebben er een. Maar ja, hoe kom je eraan, hè? Dat weet ik. Je gaat op de loer liggen. En als er niemand kijkt, dan pik je nog gauw mee. Net als een kip. Het gaat net als bij de bijtjes en de bloemetjes. Je haalt de honing eruit en die doe je dan in een potje. Nou, en omdat alle papa's zoveel van honing houden, komen ze er vanzelf op af, o zo. Ah, we hebben toch helemaal geen potje? Nee hoor, ik heb erg nagedacht en nou weet ik het. We moeten gewoon een vader gaan zoeken. Gompie, een vader. Ik wil geen vader. Ik wil een papa. Stomme walrus, dat is toch hetzelfde? Oh nee, een vader geeft je een standje en een papa geeft je een nachtzoen. Ik wil een papa. Goed. Maar dan moeten we niet te lang wachten, jongens. Vooruit, opstappen, de wijde wereld in, op zoek naar een papa. Gompie, ja. Laten we gaan zoeken. Ja, papa. 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 Papa.